zo hard hadden verloren, gaan wij ons land voor 5 miljard kwijt. Hallo iedereen, ook weer heel goed beste. En vandaag een nieuwe aflevering van Nomcrat Returns. En nu het moeilijkste level van het hele spel. Nee, dat is de Golden Temple. Het op 1 na moeilijkste level van het hele spel. 8-7 Red Dead Rising. Rising. Denk jij best. Oh, wat zou dat zijn? Oh, niks. Ik dacht echt dat daar een minigame zat. Sowieso. Oh, wacht, ik weet. Ja, de eerste minigame is toch wel de beste van allemaal. Denk uit de hele wereld. Katie? Ik zou echt zweren. Serieus, zo langzaam? Trage wijf, echt serieus? Dat zijn nog slechter dan de Nederlandse bussen van Connection. Dat is wel zo, ze zijn echt heel langzaam. Nou ja, sommige gingen even sneller. We worden aangeklaagd omdat we slechte dingen hebben gezegd over een bedrijf dat ook echt heel slecht is. Oh shit! Balzak, oké. Sorry, wat heeft jouw moeder niet? Ja, ik zeg toch de waarheid? Wat is dat? Willem, je moeder is een vrouw. Dat dacht ik al. Ik was zo slim, wat doe jij nou weer? Denk een skillstep of zo. Oh. Je blaast in mijn aars. Oh, wat moet ik even voor je bukken? Wat? Oh ja, als we hier blijven staan, komt daar straks een ding dat naar boven schiet. En dat is ook een minigame. Dat kon ik net zien. Ja. Langzaam. Ja, wat? Ik ga nu niet komen hoor. Denk jij wel niet. Oh, deze platform gaat naar beneden. Okay, maar alhoewel, als je die game hebt, sta ik wel echt een heel stuk over van het level. Echt, dan kom je al bij de checkpoint. Dan kom je tot hier. Als je die minigame nam. Maar dat hebben we niet gedaan, terwijl het heel simpel is om die te nemen, maar het was me niet opgevallen. En hier komt nog wel het moeilijkste stuk van het hele... Nee, eigenlijk niet. Dat is 6K. Dit heb ik echt nog bijna nooit gefaald. Alleen in onze oude let's play van. Toen namen we zoveel super cute, dat is echt helemaal gek. Nou joh. Ze moesten even dood, Ruben. Nee, jij moet dood. Oh. Ja, en jij bent dood. Nee, ik ben geen Duitser. Nee, daarom. Ik ben mijn oma ook niet, dus. Ja. We hebben allebei onze oma's nog hoor. Weet ik. Wat? Opa dan? Ja. Maar mijn. Moet ik komen? Waarom niet YOLO's werk? Maar weet je echt dat ik hier uit ga laten? Oh, kom op, zeg kut. Goed, ik ga even wachten voor. Komt er lager nog naar boven? Oh ja! Dat ging. Oké, nee. Ik dacht ook al even, er komt een laaf nog. Ja. Maar langs mij hebben we nu een busstukje. Oh, busstukje 2. Nee! Kut, Joren. Oh! Oh, vu! Goed. Oké. Chill, de heks. Ja, weet je, chillen op de lava. Ga jij vandaag nog iets doen? Ja, nee. Die ding kun je toch uitblazen? Ja, je kunt ze uitblazen! Dat heb ik nooit geweten. Nou, dat leek me wel logisch. Man. Ja, oké. Het zou logisch zijn, maar nooit op nagedacht. Nee, nooit geprobeerd, Joren. Dat kan ook. Puup, jij redt het wel en je hebt een eerste tikkie. Ik weet het niet en ik had een tikkie. Puup. Die hadden we al. Heel stil. Oma, ben jij hier? Ik ga daarin het dood. Ik heb het ook niet. Zag je dat niet of zo? Hé, dat is nog niet geprobeerd. Goed, we gaan niet voor het plusstukje, die hebben we al. Ja. Pup. Oh, dat niet. Pup. Trein. Lekker skills. Bon. Dag nog verder. Ik ben vast toch dood. Oh nee, niet. Oh. Oh, dat rood heen, dat is me. Goed, ga door! Hey, daar zit dat tikkie, ik moet even wachten. Oké, nu kan ik. Wat is hier het gevaar? Dat. Ik dacht even dat die enders helemaal niets. Het is een gigantisch gevaar was. Oh, dat is een redelijk gevaar.
Ik zei gigantisch, hoor. Ik zei niet bij mannen. Oh, de. Jij gaat. Oh nee, kijk, wacht even. Het kan niet, vlug in de ton. Zie je? Oh, je wacht op mij, serieus. Ja, automatisch. Oh, nou. Ja, het is toch maar de G. Jee! Je hebt bijna altijd banaantjes, waarom? Omdat ik super slecht ben in dit spel. Dat heb ik best snel gedaan. Ik denk dat we nu nog even beginnen aan de baas, maar dan komt er eens nog zo'n raketstukje. En dat we de part afsluiten als de echte eindbaas begint. Dus dat is denk ik het idee. Ticking Tong Terror. Laten we elkaar zien, oké? Joh! Want die maakt het spel juist episch. En episch is geen woord, het is door de gemeente bedacht. Toen ze de belastingen bedachten. Dan mogen we even zo. Oké, waar kijken we naar? Ik wil het ook hebben, echt. Nee! Het is een papegaai! Dat weet ik nu al. Papegaai kijken ook altijd zo downy. Oh. Nou, wat heb jij nog weer gegeten, joh? Waarom had je al gescheten? Ik weet niet, moet hij volgens mij gelijk naar boven? Ja, kijk, anders word je ingemaakt. Je moet de beveiliging hier een beetje kennen om er doorheen te komen. Kijk, hier moet ik zo. Hier kan je zoveel in falen, echt niet normaal. En dit gaat je volgen. En dat is al helemaal. Stop. En dat is al helemaal. Stop. Nee, doe dat maar op onze Facebook, die niet meer doordraait. Of op onze alleen de wereldwijd doordraait nog door, want ze zijn helemaal gek. En ze vinden, weet je nou, dat Britten of zo, die dat Tom Blondje met die, hoe heet dat kan? Britdekker. Ja, Britdekker, dat vindt ze grappig. En dat is ook heel grappig, want ze zijn heel skillful. We moeten nu overnieuw beginnen. En dat was echt bijna het einde, hoeven we daarna nog zo'n kettingreactie gebeuren of zo. Zo'n team bewakingsding en dan zijn we klaar. Nou, we kennen het nu weer een beetje. Toch? Plezant. Leven dat is gezond, want mijn aars bloeit in jouw volle mond. Zo, ik zing nu alleen even pap onder de douche nou. Soms heb ik zoveel zin om even net op het randje te gaan zitten en een skillpot te doen wat ik niet ben. Oké, wat moet hier? Over vuur. En dan links. Kijk, daar gingen we dood. Of ging jij? Oké, wat? Hier. Oké. Yes! Sorry. Kan ik hier pauze? Ja. Verrassen is toch ook weer niet? Nee. Oké, nou, dit was wel genoeg voor. In de volgende part, eindbaas, laatste part. Bedankt voor het kijken. Wie steek is terug? Doei!